Ik hoop dat dit um, goed in beeld is nu. Uh, ja, uh, dank Edward. Leuk en goed om hier vanochtend uh, de gelegenheid te hebben wat te vertellen over mijn promotieonderzoek. Dat gaat dus inderdaad over de leesfiguur en de denkfiguur van het Pars Pro Toto als Bijbels theologisch motief. Uh, ja, toen je net die datum noemde van 9 februari. Uh, ja, schoot weer even de schrik om mijn hart. Uh, lieve helpt. dan is het dus al. Um, overigens is het een keer uitgesteld geweest enzovoort. Nou ja, op 9 februari is het dan zover. Uh, ja, uh, spannend wel. En eng ook. Uh, maar goed, ik verheug me er natuurlijk ook op. Uh, het boek is er inmiddels. Um, en uh, zo ziet het eruit. En uh, eventueel uh, is die bijeenkomst op 9 februari uh, te volgen via het YouTube-kanaal van de PTAU voor wie wil. Hartelijk uitgenodigd. Uh, misschien overigens kunnen er zelfs wel mensen live bij zijn. Dat blijven we toch uh, hopen. Uh, en het boek is uh, uitgegeven bij de Societas Hebraica Amsterdamensis Als uh, supplement bij de Amsterdamse cahiers. Daar ook te bestellen tot zover het reclameblokje. Uh, Pars Pro Toto uh, is uh, natuurlijk bekend als uh, stijlfiguur. Het komt gewoon uit de uh, retorica zou je kunnen zeggen. Uh, het is een beeldspraak, een ondervorm van de metonymie. De metonymie is dan weer verwant aan de metafoor, maar functioneert net iets anders. Uh, Pars pro toto is die beeldspraak waarbij je een specifiek onderdeel uh, van een geheel uh, noemt, om dat geheel mee aan te duiden. Uh, dus bijvoorbeeld als we zeggen je hebt een dak boven je hoofd, dan um, uh, noem je dat dak, maar je hebt het over het thuis waar je thuis bent. Uh, als wij zeggen uh, Mark Rutte zit weer en nog steeds in het torentje, dan is dat torentje natuurlijk een pars Prototo dat staat voor zijn premierschap. Uh, in de vorige eeuw heeft uh, de theoloog Frans Breukelman uh, dit begrip opgepakt en tot sleutelbegrip uh, in zijn Bijbelse theologie gemaakt. Daar gaat mijn proefschrift over met uh, drie hoofddelen. Het eerste deel is een, een schets van hoe representatie, want daar gaat het over, representatie, en dat begrip pars-pro-toto en de term plaatsvervanging, hoe die in theologie en filosofie voorkomen en in de taalwetenschap ook. Um, het tweede deel is een analyse dan van dat werk van Frans Breukelman, waarin vervolgens Miskotte en Bart ook een grote rol spelen. En het derde deel van het uh, onderzoek, dat uh, is eigenlijk uh, de pièce de résistance, gaat over de teksten uit Jezaja, over de knecht des heren, of de ervet adonai. Um, met de, met het, nou ja, de vraag of die inderdaad eveneens ook zo'n representatieve pars pro Toto gestalte is. Uh, nou, dat, uh, daar, daar gaat dat dan over. Um, uh, en overigens dat exegetische stuk laat ik vandaag helemaal uh, liggen, jammer genoeg. Uh, nu vanochtend uh, zal ik iets zeggen over die Pars Prototo figuur bij Breukelman. Heel schetsmatig, maar toch even een paar dingen om dan vervolgens uh, naar het uh, werk van Karl Barth te gaan. En daarom zijn we hier vanochtend natuurlijk. Uh, we gaan dus zometeen naar de dogmatiek. Uh, daarvoor zijn we gekomen. Maar we beginnen bij de Bijbelse theologie en dat uh, ligt bij Frans Breukelman ook altijd heel dicht bij elkaar. Uh, met name ook dat werk van Karl Barth uh, is bij Breukenman heel sterk present als de systematische kant van de zaak. Ik zal dan uh, vervolgens, als we bij Barth zijn aanbeland, een enkel moment uit dat werk van Karl Barth noemen. Uh, met name ook een belangrijke stap in de ontwikkeling van zijn theologie. En dan toewerken naar de tekst die wij vandaag lezen, die paragraaf 11 uit uh, de dogmatiek in Groentig is waarin Bart het nadrukkelijk heeft over het particuliere en het universele en hoe die twee zich tot elkaar verhouden. En dan gaat het ook in het bijzonder toegespitst over Jezus als Jood. En daar heb je het thema van deze ochtend. En daar in die paragraaf schrijft Bart, Jezus Christus zou niet Jezus Christus zijn zonder Israël. Wij moeten dus eerst onze blik wenden naar dit Israël om werkelijk op Jezus Christus te kunnen zien. Nou, dat alvast even als uh, voorproefje, als uh, pars pro toto zou ik bijna willen zeggen. Dat gaan we dus straks uh, lezen. Daar gaan we heen, maar via een flinke omweg. Als het goed is, hebben we dan de manier van denken van Bart, uh, de denkbeweging die hij maakt, zo voor ogen dat we uh, die tekst die we dan straks lezen goed kunnen plaatsen. Om te beginnen bij Breukeman. Frans Breukeman was uh, predikant in Ritem en in Simonshaven tot hij in 1968 naar de UvA kwam als wetenschappelijk hoofdmedewerker Hermenatiek. Hij vulde dat werk in met, met het werken aan zijn Bijbelse theologie, gaf veel colleges en lezingen enzovoort. Uh, maar nou ja, in zijn studeerkamer ontstond gaandeweg uh, die Bijbelse theologie van hem. Dat werk is nu inmiddels uh, compleet, tien delen waarvan er zeven postuum zijn uitgegeven. Een onderdeel daarvan uh, uh, is een onderzoek naar de structuur van het boek Genesis. Begin jaren 50 moet het geweest zijn dat Breukelman uh, ontdekte welke sleutelrol er weggelegd was en is voor de figuur van de begor. Um, in het Hebreeuws begor, wat hij aanvankelijk nog met eerstgeborene vertaalde en later met eersteling. Um, Zoals Martin Boeber dat ook vanaf 1930 gedaan had. Punt is immers uh, dat de eersteling in Genesis nu juist niet degene is die als eerste geboren is. En uh, dat is hem nou juist. Steeds blijkt de jongere van de broeders de centrale figuur te zijn. Uh, dus niet Ismaël, maar Isaac. Niet Esau, maar Jacob. Uh, wat is daar nu mee met die begor? Die is de gezegende. Eén is er steeds in het bijzonder gezegend. Nou, dat vinden wij, die gedachte van één wordt er als het ware apart gezet om in het bijzonder te zegenen. Die gedachte vinden wij vaak, uh, denk ik, uh, wat lastig. Uh, in, 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 de, in de gemeente, in de gesprekken, zo in bijbelkringen enzovoort, gaat het daar vaak over. Ja, hoezo moet er nou één zo'n speciale rol spelen? Uh, we zijn toch allemaal gelijk, nietwaar? Ja. Uh, Anderzijds kennen we het ook maar al te goed, hè? Uh, dat er één naar voren wordt geschoven om met de Soundmix playback show te spreken. Er kan er maar één de winnaar zijn. Dat is natuurlijk ook een, een gedachte die ons heel vertrouwd is. Maar nu is hier het unieke, al dus Breukeman, één is er steeds in het bijzonder de gezegende. Maar, en nu komt het, in die ene gaat het om allen. Dat is een heel kernachtig zinnetje van Breukeman, dat hij vaak zo zegt en schrijft. Um, um, let op die ene, want in die ene gaat het om allen. De, de begor is de gezegende, maar hij is gezegend om willen van de anderen. Dus Jacob, dus ook in dat verhaal gaat dat zo, het prachtig hoe het verteld wordt. Jacob ontsteelt Ezou de zegen, maar om uiteindelijk, zes, zes lange hoofdstukken later... ...aan Esau die zegen in veelvoud terug te brengen. Dan, uh, dan staat er in veel vertalingen... ...geschenk. Hè, dat, dat Jacob aan Esau geschenk overbrengt. Maar daar staat dus... ...zegen. Daar geeft hij het weer terug. En zo ook Jozef. Die wordt als slaaf naar Egypte verkocht. Die blijkt daar vreemd genoeg... de gezegende te zijn. Notabene in de put en in, de, in het land van de dood. Maar op dat... ...alle broeders... Uiteindelijk door de dood heen komen. Dus de zegen van die ene broeder is bestemd voor alle broeders. Dat die, die figuur speelt is, is in Genesis een rode draad. Er komt daar nog een andere dynamiek bij. Dat is een subtiel verschil. Uh, het is niet alleen zo dat allen gezegend worden nadat en doordat die ene gezegend is. Maar daarnaast staat ook de gedachte dat allen in die ene... Meegezegend zijn. Dus dat is net even anders. Uh, dus zegen voor allen vloeit uit die ene voort. Eerst die ene en daarna ook alle andere. Maar er is dus ook de, 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 de dynamiek van die zegen voor allen is al in het verhaal van die ene vervat. Uh, nou, die figuur komen we. Bijvoorbeeld tegen in Genesis uh, 12, vers 3, uh, de roeping van uh, Abraham. Waar dan zo staat: van, Ik zal jou tot een groot volk maken, en je zegenen, en je naam groot maken, en je zult tot een zegen zijn. En dan, in jou zullen gezegend worden alle families van de aardbodem. Dat is een, altijd een wonderlijk zinnetje, uh, in vertaling ook altijd een, een probleem. Uh, staat daar nou precies? Gezegend zullen worden in jou alle Mischbegod van de Adama. De oplettende lezer. Uh, nou ja, dat moest je wel erg duren, denk ik, maar de oplettende lezer had hem misschien al ontdekt op het omslag van het proefschrift. We vega kol Mischpegod ha adama. Genesis 12, vers 3b. Dat is echt een, nou, echt een bewijsstuk voor die pars Prototo gedachte. Hè? Dat in jou. Uh, is in een notendop die pas figuur. Met Abraham mee, en via hem en niet buiten hem om, maar al in zijn verhaal, wordt zichtbaar gemaakt wat de, ja, hoe het met allen staat. Dus Abraham's weg en zijn gezegend zijn is exemplarisch, maar dan niet alleen als voorbeeld of als illustratie of als belofte, maar als het beeld van de weg en het gezegend worden van alle bewoners van de aardbodem. Nou, daar heb je het. Hè. Abraham is dus deel van het geheel, maar hij representeert ook het geheel. En vandaar dat die term pars pro toto hier goed past. Nou, samenvattend, zo leest dus Breukeman Genesis. Steeds is daar die eersteling, die pars pro toto is. En het loopt erop uit dat daar tenslotte de, hè, in Genesis de zonen van Jacob op de bühne staan. En dat wil zeggen de zonen van Jacob, de kinderen van Israël. Het volk Israël is op het toneel gekomen. Als de gezegende te midden van de volken. En zo vat Breukelman dat samen. Dus in die ene gaat het om allen: Israël te midden van de volken. Nu gebruikt Breukelman die, uh, die term pas pro toto zeer rijkelijk. Om niet te zeggen, hij strooit ermee. En uh, nou ja, door dat hele werk van Breukeman heen bedoelt hij dan ook wel weer iedere keer een klein beetje wat anders. Uh, bijvoorbeeld kan hij het hebben over een pericoop in het Matthäus-evangelie. En dan kan hij zeggen: Deze pericoop, dan heeft hij zo'n stukje geëxegetiseerd. En dan zegt hij: Deze pericoop staat pas toto voor de verkondiging van het hele evangelie. Nou, dat levert vragen op. Hè? Kun je dat zo zeggen? Uh, gaat dat altijd op? Uh, werkt dat zo in een bijbelboek? Uh, of werkt dat misschien zelfs ook wel zo in de kanon van de hele bijbel? Uh, nou ja, enzovoort enzovoort. Uh, vragen, vragen. Dus gelukkig was er voor mij nog uh, werk aan de winkel. Om dat wat te ontwarren. Uh, een, een, een belangrijk, ook nog weer andersoortig gebruik van die pars Prototo figuur haal ik nu nog even naar voren. Ik vind die zelf heel, heel fascinerend. Uh, en dat is de categorie die ik maar de hermeneutische heb uh, genoemd. Uh, zoals ik het dus tot nu toe heb laten zien, uh, Breukemans lezing van Genesis, daar heeft Pars-Prototo betrekking op iets wat zich in de tekst afspeelt. Dus die ene broeder staat voor alle broeders. Of die ene Abraham staat uh, Pars-Prototo voor de misbegod van de Adama. En zo gaat het verhaal, dat kan natuurlijk. Je kunt vaststellen, lezen en interpreteren, vaststellen dat het in de tekst zo is. Maar nu voegt Breukeman daaraan toe. Uh, omdat het in de tekst zo is, daardoor raakt het ons ook als lezers. Dus die allen in de tekst, dat zijn wij. Let op die ene, want in hem gaat het om allen. Uh, dat zinnetje wordt dan tot let op die ene, want in hem gaat het om ons allen. En daarmee maakt dus Breukelman dat, uh, die, die Pars Pro Toto figuur tot een begrip. dat als het ware markeert. hoe datgene wat er in de tekst verteld wordt. de lezer raakt. Pars Pro Toto maakt de tekst als het ware poreus. naar de lezer toe. Dat, dat, dat Pars wat zich in de tekst afspeelt. dat raakt ook het totem dat ook wij zijn. Nou, twee citaten die dat nog mooi uh, expliciet uh, maken. Uh, Breukeman zegt dan in een artikel getiteld uh, Geschiedenis als theologisch begrip. Op zeker moment: Indien dit niet zo was, zou dit verhaal en deze verkondiging ons, die geen zonen en dochteren van Abraham, Isaac en Jacob zijn, niet aangaan. Uh, het zou ons niet raken. En dan in een voetnoot zegt hij er ook nog bij: Indien dit niet zo was, zou vanuit dit boek niet gepreekt kunnen worden. Met de gedachte van, van het, het, het hele lezen van de Bijbel. Dus dat die tekst betekenis voor ons heeft, dat wij erover kunnen preken. Dat hangt helemaal aan die Pars-Prototo-figuur. Nou, zoals gezegd, ik vind dat heel fascinerend. Het is met name ook wel deze lees- en denkbeweging die ik verder onder de loep heb genomen. Van, van hoe kun je dit zo zeggen? Uh, wat komt daarbij kijken? Uh, vervolgens, dus ook uh, in dat derde deel waar ik het nu niet over heb, geeft Jezaja misschien ook zulke signalen hè, van, van gaande zo'n universele betekenis, die dan dus ook de lezers raakt. Hoe zit dat in Jezaja 41 tot 53? Uh, zijn die signalen daar? Nou, ik verklap maar vast: de conclusie is uh, ja. <laughs> maar goed, ik laat het nu verder liggen. Uh, nu gaan we ons langzaam naar het werk van uh, van Karl Barth toe bewegen via een klein uh, zijpaadje langs uh, Miskotten. Uh, bij Miskotten uh, heeft Breukeman namelijk deze denkbeweging uh, als het ware geleerd. Dat uh, wil zeggen de denkbeweging van de voorrang van het bijzondere. Uh, in de Bijbel en daarmee ook in de christelijke leer moet je altijd van het bijzondere naar het algemene toe denken. Dat is een kenmerkend zinnetje voor het werk van K.H. Miskotten. Dus niet, God is natuurlijk gewoon God in het algemeen, heel omvattend. Nou, vervolgens gaat die alomvattende God ook nog dingen doen met Israël. Zo dus niet, maar andersom, God is in de Bijbel deze God. Adonai, de naam, JHWH, de God van Israël. En zo, zoals hij de God van Israël is, zo is hij ook de God van de Goïm, van de volkeren. En van alle mensen. En de Heer van de wereld. Nou, deze gedachte heeft Breukeman dus zo bij Miskotten gevonden. En overigens, Miskotten was het ook die in de jaren 40 voor het eerst die term pars toto op deze manier uh, laat vallen. Miskot heeft als het ware de uitvinding gedaan, om het zo te zeggen. Om dit begrip zo op die manier theologisch te gebruiken. Bij miskot is het nog wat intuïtief, zou je kunnen zeggen, zoals heel veel bij miskotten. Uh, nog niet zo bereflecteerd, uh, niet in de zin van hij doet maar wat. Maar, maar in ieder geval, Breukelman pakt uh, dat begrip bij miskotten vandaan op. En, en maakt er dan echt werk van en zet het centraal in zijn Bijbelse theologie. Uh, maar niet alleen. Uh, Miskotte, ook Bart is in deze een heel belangrijke stem, omdat ook bij hem uh, heel sterk de focus ligt op dat bijzondere, het specifieke. En dat is bij Bart uh, heel duidelijk de naam Jezus Christus. Heel typerend voor de theologie van Bart, dat elk deel van de dogmatiek, ieder hoofddeel en ook ieder detail, altijd via de Christologie wordt ontvouwd. Uh, dat wil zeggen, dat is typerend voor zijn theologie vanaf eind jaren 30. Uh, later in een artikel over hoe zijn denken zich heeft ontwikkeld, de mooie titel How My Mind Has Changed, zo'n artikel zou geloof ik iedere theoloog iedere tien jaar moeten schrijven, How My Mind Has Changed, in zo'n um, artikel beschrijft hij dat hij op een gegeven moment een, uh, een, een wending maakt naar wat hij dan noemt een Christologische concentratie. Nou, verschillende interpreten van het werk van Karl Barth, uh, onder andere trouwens ook Edward hier in ons midden, um, hebben laten zien dat, dat Barth, Barth deze christologische concentratie heeft ontwikkeld met name in de jaren 1936 tot 1939, als hij namelijk met de verkiezingsleer bezig is. Uh, Barth zelf heeft daar uh, grappig genoeg een beetje een ander idee over, die noemt zijn boek over Anselmus uit 1931. Uh, Fides quirens intellectum, uh, een sleutelmoment in die ontwikkeling. Uh, dat lazen wij dus, zoals Edward zei vorig jaar. Uh, dat laten we nu verder maar even liggen hoe dat precies zit. Uh, ik zeg, iedereen heeft recht op zijn eigen verhaal aangaande zijn eigen leven, uh, zijn eigen reconstructie over hoe het allemaal gegaan is. Maar hoe dan ook, sinds begin jaren 30 uh, werkt Bart natuurlijk aan zijn grote project, de Kirchlichte Dogmatiek. Uh, en in 1942 verschijnt dan band 2-2. Uh, dat is de godsleer, met dan daarin de verkiezingsleer. Maar het is dus in de jaren 36 tot 39 dat Bart ermee bezig is, dat hij het aan het voorbereiden is. En dan zie je dat hij inderdaad daar helemaal radicaal en consequent op de christologie gaat terugvallen. Waarbij hij zich er wel van bewust is dat dat een breuk is met zo'n beetje de hele traditie. En dat zegt hij dan ook zo mooi in de inleiding van dat, uh, van dat deel, KD 2.2. Daar zegt hij dan zo mooi: uh, Ik moest de trapleuning van de traditie eigenlijk helemaal loslaten. om op eigen benen zien verder te komen. Hij stapt dan namelijk helemaal af. Uh, ik denk dat dat het cruciale is. Hij stapt helemaal af van het beeld van. nou ja, zoals net ook al even geschetst in het kader van miskotten. Je hebt om te beginnen God, die in de eeuwigheid over de wereld en over de mensen gaat. En beslist en bestuurt, die God verkiest mensen en verwerpt mensen. Uh, en, nou, en vervolgens speelt Jezus Christus daar ook nog een rol in. Nou, dat draait Bart helemaal om, waardoor het er ook helemaal anders uit gaat zien. Uh, hij zegt nee, de hele verkiezingsleer gaat door het oog van de naald van de Christologie. Christus is de gekozenen, Christus is ook de verworpenen. Christus is zowel het subject als het object van de verkiezing. In Hem speelt zich het hele verkiezen van de mens door God af. In Hem gebeurt het. Nou, dat in Hem, hè, ik zeg het met veel nadruk, klinkt natuurlijk nu inmiddels in onze oren een beetje als dat bega. Uit Genesis 12, hè, in jou. Dus alleen daar en alleen aan Hem, hè, aan Jezus Christus nu, kun je zien wie of wat God is als. Degene die de wereld regeert. Dus los daarvan, buiten dat specifieke, buiten Jezus Christus, om kom je er niet. Als je bij de algemeenheden begint, dan kom je niet uit waar je bijbels gezien wezen moet. <tacht> Bart zegt, je kunt niet uitgaan van God in het algemeen, nog van de mens in het algemeen, nog van de kerkelijke traditie om die verkiezingsleer te ontwikkelen. Bart vat dan samen. Laat het periculum in generalibus. Er schuilt gevaar in algemeenheden. Wat dan weer een zinnetje is dat Breukelman dolgraag citeert. Um, mooi veelzeggend citaat nog even om die denkbeweging te zien. Hoe zijn het bijzondere en het algemene op elkaar betrokken, wel nu. Es ist aber sein Weltregiment. Dus uh, hoe God de, uh, de wereld regeert. Es ist aber sein Weltregiment doch schlechterdings nur die Verlängerung, die Konsequenz, die Anwendung und Entfaltung seines Regiments in jenem besonderen Raum. Er tut alles Allgemeine um jenes besonderen Willen und umgekehrt durch jenes Besondere, ja in und mit ihm selber, alles Allgemeine. Uit de inleiding, of de eerste paragraaf uit KD 2.2. Met andere woorden, dat God de wereld regeert en dat Hij de God is van alle mensen, dat is slechts, slechts de consequentie van hoe God hier op dit punt God is, namelijk in Jezus Messias. Slechts een conclusie daaruit. Ik beschrijf hier nu zo uh, Bart's theologische ontwikkeling in die jaren, hè? tweede helft van de jaren 30, begin jaren 40. Uh, ja, uh, intussen gaat de wereldgeschiedenis door en Bart staat daar ook enorm midden in. Uh, in 1930 was Bart hoogleraar in Bonn geworden, hield zich intensief met de Duitse kerkstrijd bezig, weigerde op zeker moment om uh, de trouw -eet aan de Vurer te ondertekenen en moest daarop Bon verlaten. Er werd er uitgezet. In 1935 gaat hij dan terug naar Basel. En daar blijft hij de rest van zijn leven. Maar in 1946 gaat hij nog één keer een zomersemester terug naar Bon. Om college te geven. Ook om her en der lezingen te geven trouwens. Dat is met name de lezing Christengemeinde und Bürgergemeinde. Over de verhouding van kerk en staat. Uh... Nou, ik vind dat altijd een enorm indrukwekkende gedachte, moet ik zeggen. Uh, meteen als de oorlog afgelopen is. Uh, je ziet Bart, maakt nog even snel zijn wintersemester 45, 46 in Basel af. En als is het eerste wat hij doet: hij stapt op een Rijnaak en zakt af naar Bonn. Om weer daar te zijn en de studenten uh, weer wat ja, verder te helpen, hoe moet ik het zeggen? Weer zijn studenten te ontmoeten. En dan schrijft hij aan zijn gezin. Over die reis daar naartoe, over, uh, over de Rijn. Wij reisden door een horizon van ruïnes. Dat geldt vervolgens voor uh, Bonn zelf ook. De binnenstad ligt in puin, uh, gebombardeerd natuurlijk. Ook het keurvorstelijke paleis, waar de universiteit in gevestigd was geweest. Nou, er stond ergens kennelijk nog een zaaltje, nog een soort met van overeind. En daar geeft Bart dan zijn college. Smorgens van zeven tot acht, omdat daarna vanaf acht uur de herrie van de opruimwerkzaamheden buiten te erg wordt. En dat college gaat over de apostolische geloofsbelijdenis. Iedere keer een artikel of een stukje van een artikel. En dat samen wordt dus uiteindelijk in 1947 uitgegeven als dogmatiek in GroenDrit. Dogmatiek in hoofdlijnen. Een klein stukje uit het voorwoord, dat, dat voorwoord dat hij daarbij, twee, twee bladzijtjes maar, dat hij daarbij schrijft, is enorm ja, indrukwekkend om te lezen. Het staat ook op de website karelbarth.nl, dus ik kan het zeer aanbevelen. Um, daar schrijft hij dan, de toehoorders bestonden voor de helft ongeveer uit theologische studenten, voor het merendeel uit studenten van de overige faculteiten. De meeste mensen in Duitsland hebben elk op eigen wijze en in eigen omstandigheden, bij kans boven vermogen, veel beleefd en doorleefd. Dat was ook te merken aan mijn studenten in Bonn. Zo maakten zij, zoals ze daar zaten, met hun ernstige gezichten, die het glimlachen weer opnieuw moesten leren, diepe indruk op mij, zoals ik van mijn kant als vreemdeling. Omsponnen door allerlei geruchten uit vroeger dagen, op hen evenzeer een eigenaardige indruk moet hebben gehad. Dit alles bij elkaar zal ik nooit vergeten. Het was toevallig mijn vijftigste semester als hoogleraar, en toen het voorbij was, kwam het mij voor als het mooiste van alle die ik had meegemaakt. Nou, Als Bart dan tenslotte weer vertrekt, schrijft hij een afscheidsbrief aan de studenten in het universiteitsblad, waarin hij dan zegt Ja, waarom is dit semester toch al met al zo goed geweest? Wel nu, omdat wij dogmatiek gedaan hebben. En daarin gaat het over woorden die stevig blijven staan, ook te midden van alle ruïnes, te midden van alles wat wankelt. Midden in een tijd waarin alle woorden soms uitgeput zijn. Nou, het is ontroerend toch? Dogmatiek, daar kunnen we het mee doen. Uh, goed, maar dan naar die college stof. Uh, zoals gezegd, Bart volgt gewoon de artikelen van het Apostolicum. Maar je ziet door dat geheel heen, inderdaad, die christologische concentratie. Uh, die Bart zich in de jaren dertig eigen gemaakt heeft. Zo bijvoorbeeld de samenvatting van paragraaf 10. Uh, uh, inderdaad, de stellingen waarmee. Uh, Ieder paragraaf ook in de KD begint, maar dus ook hier. Daarin schrijft hij: Het allesbeheersend centrum van het christelijk geloof is het woord aangaande de daad dat God in Jezus Christus van eeuwigheid aan ons ten goede mens wilde worden. In de tijd ons ten goede mens geworden is en tot in eeuwigheid ons ten goede mens zal zijn en blijven. Dit werk van de Zoon Gods sluit het werk van de Vader als vooronderstelling en het werk van de Heilige Geest als consequentie in zich. Met andere woorden, het eerste, het vertrekpunt, het, het centrum, is de menswording van God in Christus ons ten goede. Het, het werk van God de Zoon, het doen van God de Vader en van God de Heilige Geest hangen daaraan. De eerdere artikelen en de latere artikelen van de geloofsbelijdenis zijn ja, slechts, zou je kunnen zeggen, vooronderstelling en consequentie. Je begint hier met denken en komt dan vervolgens bij al het andere uit. Maar niet andersom. Je begint niet te denken bij God, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Wat voor de hand ligt als je het Apostolicum opzegt. Maar je moet hier beginnen. Nou, dat, was, uh, dat is dus paragraaf 10 hè, uh, over Jezus Christus. Dan volgt hij natuurlijk op Jezus Christus, uh, Gods enige geboren zoon, en dan onze Heer. Dat zijn de paragrafen 12 en 13. Maar nu is er ook nog paragraaf 11, getiteld Der Heiland und Gottesknecht. De leidtraat daarvan is de naam Jezus en de titel Christus. De verkiezing, de persoon en het werk uit van die mens in wie de profetische, priesterlijke en koninklijke zending van het volk Israël geopenbaard en uitgevoerd is. Dus nogmaals, eh, ja, wat het apostolicum betreft had het niet gehoeven, Hè, dat was compleet geweest met paragraaf 10 en dan 12 en 13. Uh, dan heb je een prima christologie. Hè? Uh, maar Bart wil nog laten zien hoe Jezus verankerd is in die geschiedenis van Israël. Dat is hier het punt. Dus Bart redeneert al helemaal vanuit het bijzondere, alles hangt aan de persoon Jezus Christus, maar nu is er als het ware nog een verbijzondering in dat bijzondere, een toespitsing, namelijk de vaststelling dat Jezus Jood is. En dat dat geen bijkomstigheid is en geen toevalligheid, maar een centraal gegeven. Dat eigenlijk alles aan dat bijzondere in het bijzondere hangt. Van, van daaruit krijg je de hele rest voor ogen. Dus Bart werkt hier helemaal met die gedachte, dit bijzondere is het algemene. En wat dus later door Miskotte en Bart wordt uitgewerkt uh, tot die Pars-Prototo-figuur. Uh, nog een mooi citaat dat dat denk ik heel sterk onder woorden brengt uit dus die paragraaf 11 die we straks lezen. Wij mogen niet over het hoofd zien dat de weg tot deze algemene, de universele, de ganse wereld en alle mensen omspannende waarheid de weg van het particuliere is. Bijzondere handelen gods waarin hij op een vreemde en uiterst willekeurig aandoende wijze de god van Abraham, Isaac en Jacob is. En dit in 1946 in Bonn, te midden van de puinhopen, met voorzicht dus die groep jonge mensen, allemaal net terug uit de oorlog. Nou, dat vind ik toch wel heel indrukwekkend. Uh, het is ook goed om te realiseren hoe uniek dit is. Inmiddels is het natuurlijk wel uh, in, in, ja, in de vorige eeuw en ook in deze uitgebreid ontdekt en gethematiseerd dat Jezus een Jood is, dat hij met beide benen in de tenacht staat. Maar in 1946 is dit in de dogmatiek, in het kerkelijke spreken, uniek. Het is overigens voor Bart niet helemaal nieuw. Het is niet zo dat Bart nu na de oorlog ineens dit naar voren brengt. Uh, in die genoemde verkiezingsleer uh, speelt Israël ook al een grote rol. Ook wel een ingewikkelde rol. Er is ook wel veel over te zeggen. Um, maar toch het feit alleen al dat Israël daar zo gethematiseerd wordt, is ook daar al in die verkiezingsleer heel. Centraal en belangrijk en belangrijke, verbazingwekkend op een bepaalde manier. Wat nu hier nieuw is, dus in 46, is denk ik wel vooral uh, de woordkeuze en de wijze van spreken. Dus in dat deel 2-2 uit de Kirchliche Dogmatiek gaat het over Israël. Uh, nu heeft Bart het ook heel expliciet over het volk van de Joden en over Jezus als Jood. En over de samenhang, niet alleen van Israël en de kerk, maar ook van de gemeente. En de synagogen. En, um, en dan gaat het ook heel expliciet en uitgebreid, notabene, over het antisemitisme. Nou, en in die thema's en in die woordkeuze hoor je dat het als het ware concreet wordt. Hè? Dus dat je, daarmee heb je echte mensen voor ogen. Je kunt je niet meer achter begrippen verschuilen. Zo. Ik denk dat dat hier uh, in de, die dogmatiekcolleges colleges ja, heel ja, onderstreept wordt als het ware. Ja, die paragraaf 11 dus, daar gaan wij zo stukken uit lezen. Uh, ik zou zeggen, lees dit met, met dit historische besef, uh, die concrete situatie uh, voor ogen. Maar ja, dan vervolgens natuurlijk ook, uh, daar heb ik het nu helemaal niet over gehad, met de vraag, wat heeft dit nu te zeggen? Uh, hoe lezen wij dit? Uh, wat zouden wat, wat, wat zou hiervan voor ons, Anno 2022, uh, de consequenties zijn? Nou, hopelijk is er straks in de, in de leesgroepen ook ruimte voor wat gesprek daarover. Dank voor jullie aandacht.